onderweg. Het is Theo Pijper, maar lijkt het een Steffen Katty daarvoor langs. En Pijper kruist er direct achterlangs. Het is Katty heel goed die bocht ingaat. Komt hij met veel meer snelheid eruit. En dan komen die mannen elkaar tegen, hoor. En dan brengt Katty dwingt wat langzaam naar buiten bij Theo Pijper. En die mannen gaan hem samen vasthouden. Maar Pijper is verschrikkelijk goed onderweg deze periode. En dan is het Lars Zandvliet. En Zandvliet steekt helemaal niet zo slecht in elkaar. Maar ja, vindt het best lastig in dit internationale veld. Op deze lange baan. Foutje van Hulshorst. En daardoor komt Benneker bijna ten val. Maar blijft er gelukkig op zitten. En het is Katty nog even in de Pijper nog steeds aan de leiding. Prachtige stilist in de dood. En dan is het dan voor Malek Hulze. En we gaan eens kijken wat Pijper doet. Hè. Die stuurt hem daar in het midden van die bocht een klein beetje omhoog. Kijkt een beetje omhoog. Gaat zo meteen even weer achterom kijken. Dat gaat hij doen. Kijkt over zijn schouder. Het is af en toe net Dick Trom, hè. Theo Pijper. Fantastisch. En het is gewoon teamspeed weer. Hoe weet je waar die handen zijn? Gaat hij aan de binnenkant van die bocht en Kat komt toch wat dichterbij, lijkt het wel. En zit daar aan het achterwiel. Ja, een klein foutje is zo gemaakt. En dan stuurt Pijper hem weer die bocht in. Komt hij weer die bocht uit? Gaat hij nog eventjes achterom kijken? Nu niet, want hij weet gewoon dat hij het gat heeft geslagen. Hij weet dat hij in die laatste ronde naar de finish gaat rijden. Malek komt nog het achterwiel van 60 gaat er komen. We gaan naar een zwart bocht bij Rick Hendrik. Schrijf hij maar op. Theo Pijper, dames en heren. Pak hier de overwinning voor de 42 van Steffen Kamp, Martin Malek, Christian Hulshorst, Jens Ben.